Eerste gast, Leon de Winter. Leon, goedemorgen. Goedemorgen, Harry. Leon, ik lees altijd met belangstelling jouw columns. En ja, je bent toch wel tegendraads, hè, vaak anders dan de rest van je collega's, journalisten. Speciale opvattingen. Politiek zit nog in het tijdperk van de trekschuit. Leg eens uit. Nou ja, het systeem dat we hebben, dat ongelooflijk succesvol is geweest, vertegenwoordigende parlementaire democratie. Een model van halverwege de 19e eeuw is het model dat nog steeds bestaat in een wereld die volkomen gedigitaliseerd is. Met ontwikkelingen die zich veel sneller voordoen dan ooit in de geschiedenis. Mensen gaan stemmen, hebben net gestemd. Wat gebeurt er? Een paar mannen trekken zich terug, ergens in kamertjes, en gaan met elkaar praten en we weten van niets. En zo nu, dan komt er iemand naar buiten. Dat wordt eerst nog door spindokters allemaal. En dan komt er iets uitrollen waarvan je ook geen idee hebt op het moment van stemmen. Het kan een heel ander soort programma worden dan het programma dat jou is voorgehouden. En dat kun je niet corrigeren. Je kunt je voorstellen dat na zo'n coalitiebespreking, dat zij die dat nieuwe coalitieprogramma hebben opgestemd, dat nog een keer gaan voorleggen. En daar kun je dan voor of tegen zijn. Maar dan heb je greep erop. Dat er greep op hebben, het verlangen naar greep, dat is wat mijn inziens die zogenaamde kloof bepaalt. Tussen de burgerij en de politiek. Dat was in de 19e eeuw nog niet zo aan de orde. Toen hadden we nog een zeer verzuilde samenleving. Je geloofde, je ging menen wat de pastoor of de dominee of iets later de socialisten zeiden. Het hing van jouw eigen sociaal-economische positie af. En het was vanzelfsprekend dat je daarbij hoorde. Terwijl we nu vrije, hoogopgeleide individuen zijn. We scoren in alle opzichten in de wereld altijd in de top 10. Qua welvaart, qua opleiding. Maar er is één ding, er is één vlek, een serieuze vlek in onze cultuur, in onze samenleving. Die steeds meer mensen heel lastig vinden om te dragen. En dat is de greep op het politieke proces. Op de besluitvorming. Want we hebben tijd, we hebben kennis en we hebben toegang tot informatie. Dus waarom niet mensen het vermogen geven om dat wat er in Den Haag uiteindelijk uit die overlegmachine rolt, om daar je over uit te spreken? Ja, het mooiste zou zijn als we een continu referendum zouden hebben, één keer in de 3 maanden, één keer in de 4 maanden. Dat we ten aanzien van een aantal besluiten van gewicht daar ons erover uitspreken. Het hoeft ook niet iedereen te doen. Ik heb in het verleden wel eens gezegd, voorgesteld een forum waarin je deelneemt gedurende een aantal jaren, zoals in Amerika bijvoorbeeld, juryplicht hebben. Dat doe je één keer in je leven. Zoiets zou je ook in kunnen stellen. Maar dit kan niet doorgaan. We weten, we zitten in een overgangsfase. Er moet iets anders komen. En alle bestaande politieke partijen proberen dat. Niet allemaal, er zijn inmiddels een paar nieuwe bij. Maar in ieder geval, de grote organisaties proberen dat tegen te houden. Want het is verlies aan macht. Het zijn eigenlijk allemaal hele kleine overlegclubjes die alle leden van de VVD. Dat is net zoveel als Feyenoord. De Feyenoord-fans bij elkaar. Dus zo liggen de verhoudingen. Maar toch met een onevenredig grote invloed op het rijlen en zeilen van ons koninkrijk. Nou, GroenLinks zit nu aan tafel, hè. Die hebben het over milieu. Ik las jouw column over ook rechtsomarmd opwarmingsverhaal. Wat is mooier dan het redden van de mensheid, zeg je. En ja, het is ik had van de week een discussie over CO2 met een dame van D66. Maar ik kwam er niet uit. Leg eens uit. We leven op een bolletje dat in de kern 5000 graden is. Het is een heel hete planeet. En we leven op een hele dunne, afgekoelde schil. Dat drijft op die hele hete bol. En die bol, die beweegt ook nog eens. 100.000 kilometer per uur draaien we om de zon. 100.000 kilometer. Dat is niet niks. Daar merken we weinig van. Maar toch. En die baan is niet stabiel. De as van de aarde is niet stabiel. Het wiebelt ook een beetje. En daardoor ontstaan er klimaatverschillen. Niet alleen daardoor, ook omdat het bolletje los ligt. En die schil om die aarde heen niet uniform is. Er zijn continenten gevormd.
Er zijn vulkanen die tot uitbarsting komen. En dat alles levert een klimaat op. En dat is continu is het aan het veranderen. Het is nooit stabiel. De maan heeft geen klimaat. Dus je zegt die CO2-uitstoot... Er zijn in het verleden, gewoon uit onderzoek... dat is niet wat ik beweer, dat is gewoon... het is warmer geweest op aarde. Stukken warmer, met minder CO2. En het is kouder geweest met meer CO2. Is die relatie zo sterk? Nou, er zijn mensen, onderzoekers, wetenschappers... die zeggen, nou, misschien is die relatie niet zo strak. Alleen, we horen er natuurlijk nooit wat over. Terzij je gaat zoeken of terzij je er tegenaan aanloopt. Of wanneer je toevallig die mensen een keer hebt ontmoet. Bijvoorbeeld iemand als Richard Linson. Hoogleraar, MIT. Een van de belangrijkste technische universiteiten in de wereld. Is een notoire dwars liggen. Die zegt, jongens, die relatie is niet zo sterk... tussen uitstoot van CO2 en opwarming van de aarde. Is de aarde aan het opwarmen? Ja, dat doet hij al 12.000 jaar sinds de laatste ijstijd. Al 12.000 jaar is die aarde langzaam aan het opwarmen. Doet hij dat nu sneller door onze activiteiten of niet? Nou ja, er zijn mensen die zeggen, ja, dat is wel. We rijden te veel door de bouw. En alles wat wij doen, dat levert een sterkere stijging op... van de temperatuur op aarde. Maar er zijn andere mensen, zoals Linsen... En die kun je niet zomaar opzij schuiven. Die zijn er ook. Dat zijn serieuze onderzoekers. Die zeggen, nee mensen, die relatie is niet zo sterk. Er zijn andere momenten van opwarming geweest. Zoals in de Romeinse tijd, in de vroege middeleeuwen. Die hebben ook geleid, tijdelijk, tot een opwarming. En dat kwam niet door CO2. Dat kwam weer door andere bewegingen. Moeten we dan zo hard doorgaan met het... voorkomen van CO2-uitstoot. Het kan op zich geen kwaad, maar aan alles hangt een prijskaartje. En dat is wat de dwarsliggers ook roepen altijd. Van, wat levert het uiteindelijk op? Nou, al deze maatregelen zouden kunnen leiden... tot een verminderde opwarming als de modellen kloppen. Daar zijn al deze dwarsliggers die roepen continu... die modellen kloppen niet, die computerprogramma's die deugen niet... tot 0,02%. En hoeveel miljarden zou dat wereldwijd gaan kosten? En wat is 0,02%? Als je zegt, nou, fossiele brandstoffen er voorzichtig mee zijn... en als grote voordeel zou het zijn dat we die rommel niet meer... uit het Midden-Oosten hoeven te halen, helemaal voor. Dat is een prachtig bijeffect van het verminderen van de uitstoot van CO2. Alleen, wat rustig aan. En het is nu alom overgenomen als een soort geloofsbeleid. Dat is heel trendy. Want wij mensen, wij moeten ons schuldig voelen. We doen iets wat slecht is voor de aarde. En het is niet geheel zwart-wit. En dat is het enige wat ik wil toevoegen. En ik zou zo graag willen dat deze mensen... en dat zijn met name Amerikaanse onderzoekers... niet gesponsord door Big Oil... Die zeggen, maar mensen, het ligt allemaal veel genuanceerder. Niet zo hard, even voorzichtig zijn... voordat we de Noordzee gaan volbouwen met hele dure... en niet altijd effectieve windmolens. Ja. Rusland en de Verenigde Staten die verkruimelen Europa... stond er in het Algemeen Dagblad. Hoogste tijd voor Europa om wakker te worden. Het oude continent dreigt te verkruimelen... tussen Rusland en de Verenigde Staten. Ik dacht dat ze aan iets heel groots en prachtig zouden hebben gebouwd. En nu horen we dat het verkruimelt. Het is natuurlijk, we horen het al jaren, hè, de ondergangswalen. Van jongens, als jullie niet doen wat wij zeggen, dan gaan we ten onder. En de ultieme waarschuwing is altijd, ja, dan komt er oorlog. Dat hoorden we ten tijde van het referendum over de grondwet. Dat hoorden we bij het Oekraïne-referendum. Dat hoorden we bij Brexit. Het is continu van, doe wat wij zeggen. Dat roepen ze dan in Brussel. En als jullie niet doen, dan komt er zoveel ellende. En nu zijn we opeens aan het verkruimelen. Ten aanzien van wat? Ik dacht dat ze iets behoorlijks hadden opgebouwd. Maar het is al jarenlang datzelfde verhaal. Doe wat wij zeggen. Nou, eventjes nog Trump. Hè. Ik was altijd een fan van Trump. En ja, ik begin een beetje te twijfelen, eerlijk gezegd. Is hij nou niet erg chaotisch, ongecontroleerd bezig? Is hij niet een beetje van slag af, mentaal? Nou, ja, ik weet het niet. Ik ken hem niet. Hij heeft meer tegenwind dan op dit moment... dan ooit enige president in Amerika. Maar doet hem dat struikelen straks? Doet hij dat? Gaat hem dat laten struikelen straks?
Nou ja, het probleem is, krijgt hij ook zijn eigen club in het gereel? Hè? Nou ja, die Tea Party afdeling, wil hem niet. Dus een Tea Party, dan zijn er ook weer andersoortige conservatieven. Die partijen zijn geen homogene groep. Nee, maar als je ze nou zo oploopt te fokken, dan kun je je afvragen. Dat is een tactiek, dat is continu zijn tactiek. Ja, maar dat heeft hij kennelijk ook gedaan als zakenman. En dat doet hij nu weer. Ja, maar ik denk dat de politiek zegt, bekijk het maar. Het zou kunnen dat gevaar dreigt. Als dat dreigt, dan raakt hij nu al verlamd. Ja. Ja. En tegelijkertijd moet je er altijd bij zeggen, en dat doen we in Nederland ook. We hebben de neiging om dat wat de politiek doet, om dat schromelijk te overdrijven. Ik verbaas me ook altijd over, we hebben net die verkiezing gehad, dat Rutte het economisch succes van Nederland naar zich toe trekt. Ja, terwijl meneer... Maar als daar recepten voor zijn, dan zou ik zeggen, doe het continu. Doe het dan altijd, waarom zouden er nog dippen zijn? Daar ligt het natuurlijk niet aan. Er zijn totaal andere factoren. Ze kunnen het wel verknallen, de politiek kan het verknallen. Maar kan het op deze manier tot succes leiden? En dat geldt ook tot op zekere hoogte voor de Verenigde Staten. De president heeft hele specifieke opdrachten in dat land. Is een ander systeem als executive. De wetgevende macht is daar nadrukkelijk bij het congres. Dat zou uitermate vervelend zijn als een Amerikaanse president niet kan opereren, omdat hij geen meerderheid kan organiseren in het congres. En zeker ten aanzien van internationale vraagstukken zou dat uitermate vervelend zijn. Okay, tot slot, de onrust bij Poetin op straat. Zet dat door, denk je? Nee, dat zet niet door. Omdat het een hele kleine groep is. Rusland, Russen, vormen met elkaar een heel andere cultuur. Een heel andere geschiedenis. Beschouwen, ze kijken op een heel andere manier naar hun positie in de wereld dan wij dat doen. En ook al hebben wij in principe natuurlijk sympathie voor mensen die roepen om het soort vrijheden, het soort democratie dat wij kennen, is dat niet mogelijk binnen de Russische context. Nu kun je je ogen daarvoor sluiten en net doen alsof deze werkelijkheid niet bestaat. Maar het is zo. We zullen bepaalde feiten in de wereld moeten aanvaarden om toch met elkaar in gesprek te blijven. En het is een wanhopige poging, het is een ontroerende poging van mensen, zeer moedig, die daartoe zich geroepen voelen. Maar het is een bij voorbaat verloren strijd.